Laten wij het uh, in ieder geval bij uh, fietsen op twee wielen houden. Uh, maar wel nog even naar de baan. Uh, een spraakmakende zaak deze week is uh, de nationaliteitswijziging van Matthew Richardson. Australische baansprinter. Uh, grote concurrent van Harry Lavrijze de laatste jaren. Hij won afgelopen uh, Olympische Spelen drie medailles. Zilver in de sprint, zilver op de keirin en brons op de teamsprint. Um, hij kiest ervoor om na deze Olympische Spelen voor Groot-Brittannië uit te komen. Nu denk je, nou dat is een, uh, een wijziging in de gegevens van de UCI: uh, vlaggetje omzetten en misschien kiezen voor uh, een, een andere selectie waar je mee gaat trainen. Maar er is nogal wat om te doen, Jury. Uh, Even in het kort, wat, wat is de situatie en wat hangt uh, Richardson boven het hoofd? Nou ja, wat er gebeurd is is, is, is eigenlijk best wel uh, bijzonder. Uh, want je zou zeggen: oké, okay, er wordt een Olympische cyclus afgerond, en je begint aan een nieuwe. En dus is dit wel een goed moment om uh, ja, die overstap. ...te maken naar, naar eventueel een andere bond. Richardson heeft een dubbele nationaliteit. Is geboren in Groot-Brittannië, in de regio Kent. Dat ligt in het zuidwesten, als ik het goed zeg, van, van Londen. Nou, op negenjarige leeftijd met zijn ouders verhuisd naar Melbourne. Daar uiteindelijk ook de Australische nationaliteit gekregen... ...want zoveel jaar woonachtig in het land. En nou ja, zodoende jarenlang eigenlijk voor Australië uitgekomen. Speelde al twee keer eerder met het idee om over te stappen naar uh, de Britse nationaliteit. Alleen uh, ja, um, uh, ja, werd dat nooit kracht bijgezet. Tot februari van dit jaar. Toen hij sprak met de assistent-bondscoach van de Britse Sprinters. tijdens de Nations Cup-wedstrijd in Adelaide. in Australië, nota bene. En daarna is een beetje in het balletje gaan rollen, hè? dan hebben we het over februari. En um, nou ja, in maart was er een volgende Nations Cup in Hongkong. En daar is hij dus uh, een paar keer stiekem bij de Australische selectie uh, ertussen uitgeknepen om uh, uh, ja, in het geheim meetings te houden met de Britse ploeg. En is zodoende uh, ja, die, uh, die nationaliteitswissel uh, concreet geworden. Nou, uh, dan zijn er bij de UCI een aantal regels waaraan je moet voldoen. Nou, in dit geval heeft uh, Richardson twee nationaliteiten en dan mag je twee keer tijdens je carrière van nationaliteit wisselen. Dus je zou bewijs van naar Groot-Brittannië kunnen en straks weer terug naar Australië. Of mocht je nog een derde nationaliteit hebben, uh, nog weer naar een ander land uh, overstappen. Um, en ja, goed, je kunt het dus aanvragen, bijvoorbeeld nu. En dan zit er, geloof ik, een, uh, wordt het afgehandeld binnen de tijd dat, dat daarvoor nodig is, volgens mij een week of zes. Of je kunt een bepaalde datum um, daarvoor kiezen. Alleen dan moet het tenminste drie maanden voor dat je, uh, voordat het ingaat, moet het bij de UCI zijn, je dossier. En dat is in dit geval gebeurd. Hij uh, is nou, op 19 augustus, is dat uh, bericht wereldkundig gemaakt. Uh, wat dus betekent dat hij in mei al die aanvraag heeft moeten doen. En dus voor de Spelen wist dat hij uh, voor Groot-Brittannië zou uitkomen vanaf nu. Ja. Want het, je zei, hij heeft in het geheime gesprekken gevoerd. Maar dat was omdat hij bang was dat hij anders, als dit naar buiten zou komen. dat Australië hem niet mee zou nemen naar Parijs. Dat was uh, daar onderdeel van. Precies daarom heeft hij dus al die tijd uh, verzwegen. dat hij zou overstappen naar Groot-Brittannië. Dus ja, eigenlijk gewoon gehandeld in eigen. Uh, belang door het niet te melden, door het gewoon geheim te houden. Um, en uh, ja, zodoende dus een kans op de Olympische Spelen niet te, te verliezen. En ja, dat is wat hier gebeurd is. Uh, wat heel triest is, vind ik. Uh, want ja, je, je, je ontneemt ook iemand anders de kans om uh, naar de Olympische Spelen te gaan. namens Australië, die daar wel uh, volledig uh, thuis hoort. En uh, ja, goed, uh, de Australische bond is pas na de Spelen, dus eigenlijk maandag, op de hoogte gebracht. Want dat schrijven de regels ook voor dat op het moment dat de UCI het goedkeurt. Uh, vanaf die datum wordt dan ook de, de bond waar je vooruit uitkwam ingelicht. Dus ja, die werden afgelopen maandag totaal maar, verrast. Uh, terwijl maar dit, Australië heeft er ook nog wel een, een zeg in, toch? In deze overgang. Dat nou, claimen zij. Ja, dat claimen zij. Er schijnt dus in Australië een regel te zijn die uh, voorschrijft binnen de bond dat je niet zomaar mag overstappen zonder consequenties naar... Een ander land. He, ook binnen de UCI zijn er regels voor. Als jij overstapt uh, naar een andere bond of een, als je een andere nationaliteit aanneemt, dan mag je het eerstvolgende WK en het eerstvolgende Continentale Kampioenschap, dus in Richardson's geval het EK uh, van volgend jaar, niet meedoen. Uh, he, waardoor je dus heel overwogen die keuze moet maken. Want als je die keuze maakt, heeft dat als gevolg dat je de eerste twee grote kampioenschappen uh, in het baanwielrennen bijvoorbeeld mist. Of, of in een andere tijd. Ja, het heeft discipline. sportieve gevolgen. Het heeft sportieve gevolgen. En die zijn erin gebouwd om ervoor te zorgen dat renners echt goed nadenken voordat ze die overstap maken. Alleen de Australische ja. Bond wil nu dat er voor twee jaar uh, ja, een, uh, een WK- en, en een, een EK-ban uh, komt. Uh, omdat zij zich in hun hand gezet voelen. En heel eerlijk gezegd snap ik dat wel heel goed. Want als, als onze vriendin ons een half jaar lang zou bedonderen en dan in één keer zegt uh, nou, uh, vanaf vandaag, nou, ik ga er vandoor, want ik heb al een half jaar een ander, zonder dat jij dat wist. Ja. Dan wil jij twee jaar een band daarop zetten. Nou nee, maar dan snap ik wel <laughs> dat, jij, dat je woest bent. Hè, dat je woest op diegene bent. Ik, ik, ik snap die woede heel goed. En als je dan nee. de middelen hebt om iemand zwaar daarvoor te straffen, ja, ik ik kan daar wel inkomen. Ik, ik, ik begrijp dat wel. Het wil overigens niet zeggen dat ze dat doen. Alleen je moet ook uh, bekijken: hè, dat heeft ook een beetje een politiek spel. Is dit? Um, uh, er is namelijk de Australian Sport Commission, uh, zeg maar een beetje de, de NOC-NSF van, van Australië, uh, is voor een groot deel um, uh, uh, de financiële verstrekker, hè, de, degene die de, de, de funding doet voor het. Uh, baanprogramma bij de Australische Bond, zoals dat hier in Nederland ook zo is bij de KWU. Wordt ook gewoon een groot deel door NOC, NSF en bijvoorbeeld de Nederlandse R Loterij uh, die dat financieren. En in Australië is dat ook zo. Um, en ja goed, met die twee partijen, hè, de Australische Bond gaat nu in gesprek met, met zeg maar NOC, NSF uh, al daar, om te kijken van ja god, jullie hebben jarenlang dat programma van uh, Richardson betaald, gezorgd dat hij eigenlijk nu twee keer zilver en brons op de spelen kan pakken. Uh, hebben hem helemaal ontwikkeld. En nu stapt hij met wetenschap vooraf al. Voordat hij die prestaties levert. Stapt hij over naar een andere bond. En wordt er eigenlijk gezegd. Bedankt voor de afgelopen jaren. Ik ga nu kijken of ik bij een andere bond nog beter kan worden. Ja, dat snap ik wel. Als je daar jarenlang tijd, energie en geld in hebt gestopt. Dat je daar toch, toch nog wel een punt van gaat maken. En dat niet zomaar aan je voorbij laat gaan. Ja, het is in ieder geval een heikele kwestie. Uh, dit, hier, hier plakken we het stikkertje op wordt vervolgd. Uh, we weten in ieder geval dat hij volgens UCI-regels de komende EK en WK gaat missen. Nou, dat uh, biedt kansen voor Harila Vrijzen, maar dat is voor uh, later dit jaar en volgens mij begin volgend jaar. Volgens mij is later dit jaar het WK. Ja, in Denemarken, en begin Denemarken. jaar. het jaar in Heusde Zolder is het ek baan. Zolder. Over het, en, dan, en zo is de cirkel rond het EK uh, in België weer helemaal rond, Niels. Ja, dus dan sturen we Niels uh, naar dat EK toe om, uh, om verslag om te Brit, doen van de Britse Richardson. Richardson. <laughs> een, nieuwe, een nieuwe markt voor Niels, denk ik.